Door ouderwets recherchewerk zijn wij bij deze meneer uitgekomen. En ja, hij is nu aangehouden en zal gehoord worden. En ja, zal moeten blijken, hij is natuurlijk verdachte. Wat hij verklaart, of dat ons nog verder helpt in het onderzoek. En we gaan natuurlijk ook kijken of dat de andere bekladdingen die in Mierlo zijn geweest, of dat mogelijk verband houdt met deze zaak. Dat nemen we allemaal mee in het rechercheonderzoek. Want er waren andere bekladdingen op andere plekken, maar er was ook al eerder een bekladding geweest op diezelfde begraafplaats. En het zou zomaar kunnen dat van dezelfde persoon is. Ja, dat klopt. En daarom nemen we dat allemaal mee in het onderzoek. Kijk, de eerste focus was natuurlijk het onderzoek op de militaire begraafplaats. Maar al die andere bekladdingen, dat nemen we gewoon mee in deze zaak. Nu vraag je je af, wat bezielt iemand om zoiets te doen? Heeft u daar al enig zicht op? Nee, meneer is aangehouden, maar nog niet gehoord. Hij zal in de loop van vandaag gehoord worden. Ja, misschien verklaart hij iets, misschien ook niet. Dus wat zijn motief is, daar tasten wij op dit moment nog over in de duisternis. Als je zijn teksten leest, dat komt nogal vreemd en verward over. Nou ja, u zegt het, dat zou kunnen. Maar goed, wij van de politie hebben daar geen verstand van. Dus ja goed, als dat aan het licht komt, dan zal een andere instelling daarover moeten oordelen. Ja.